Met de 102 van gisteren de vierde titel. Vandaag weer halve finale, hetzelfde beter. En dan ben je ook weer vrij gemakkelijk. Morgen de finale. Hoe voelde deze race? Zo, ja, de bocht voelde eigenlijk best oké. Ik denk dat er wel heel veel puntjes zijn die beter konden, maar ik moet nog met mijn trainer wat leggen. Maar ja, het rechterstuk was gewoon zwaar. Het voelde als best wel veel wind tegen. Maar ja, op zich liep het wel alleen toch. Ja, het was best wel moeilijk. Ik voelde toch wel dat ik een dag van tevoren wel iets heb gedaan. Uiteindelijk de winnaar. Wat inderdaad die tijd is, dat is minder dan 24 uur natuurlijk. Wat doe je eigenlijk al in je slaap? Nederlands kampioen, Patrick Groning. Vroeg in de middag hou je dan extra rust vervolgens. En dan de hoe bereid je dan voor? Ik slaap heel veel en heel lang. Die 1,76 meter voor de nummer 2 in de wedstrijd. Dus ik moet wel wakker worden uiteindelijk. En dan ja, dat is eigenlijk wat ik doe. Gewoon veel slapen. Ja, je lichaam heeft gewoon nodig en ik vooral. Helaas, het blijft nodig. Bij 1,73 meter. Hoeveel voor uur slaap je dan vanmiddag? Afwachten. Normaal slaap je toch wel iets van 9 uurtjes. Een medaille. En dan op zo'n wedstrijddag, als je veel tijd hebt om te slapen, dan slaap ik zo lang mogelijk. Dus dan ga ik, ik ben niet iemand die heel vroeg naar bed gaat, maar dan ga ik rond een uur of 12 naar bed en dan sta ik rond een uur of 12 op. Ja, dat is prima toch? Ja, dat is prima. En morgen dan de finale? Ja. Met welke verwachting ga je daar naartoe? Meter. Ja, ik wil sowieso harder lopen dan dit, want dit, ja, deze tijd vind ik gewoon niet zo goed. Van dit seizoen tot 1,72. En ik wil winnen. Dus dat ga ik doen. En ik wil gewoon ook, wat voor mij het belangrijkste is eigenlijk, morgen is ook nog gewoon wat ik heb geleerd en door de training, dat ik dat probeer te doen en te laten zien. Dat dat eruit komt een beetje. Moet goed komen, denk ik. Ja, denk ik wel. Dankjewel, Jamil.